Nou, ik ken eigenlijk nooit, maar dat mag wel. Dus uh, doekje is weinig train down. En, uh, ja, goed, ik heb niet verder nog mee met mijn me muid, uh, met de rolsleeven, want dat is een interne aangelegenheid van GroenLinks zelf. Maar de wethouder Dok is natuurlijk wel al meespomen. En dat hebben we dus ook doen. Want dat vinden we niet zo dat die wethouder ook zin bleef. Die zeggen van ja, door, door, dat, dat ken zomaar nooit. Nee, dat vinden we van nij. Uh, Hij schoot om met de, de politiek in Rotterdam en de, dat is niet goud. De mensen nemen nooit zo'n hoge pet op van, uh, van de politiek hier in Rotterdam, maar dat hebben niet geregeld. En als dan ook nog dit soort dingen gebeuren, nou ja, dan is het einde allemaal zoek natuurlijk. Dan zeggen de mensen ook: ja, wat, wat, wat is dit? Hè? Wat, uh, waar, waar ben je er door mee bezig? En, ja. dus dat kan niet goud. Dat is, is geen stevige basis voor een, uh, voor een college. Nou was de coalitie in de minderheid vernoemd. Maar toch, liefde er zitten? Ja, uh, inderdaad. En, uh, we hebben een bespreking gehad in de Zolci-Noost. En toen was de oppositie, minus de SP te, uh, trouwens, dat wil ik wel even opmerken, en dat is zeer opmerkelijk. ...dat was tegen de motie. Maar uh, hier uh, in het zolci ...was in de, in de schorsing, was de oppositie voor de motie. En daarna draait men om. Aan de andere kant zeggen al die partijen van ja, de gemeente Oldam is er niet bij gebaat om uh, nu nog weer uh, trammeland in uh, het college te hebben. Wij hebben ook heel duidelijk gesteld in het eerste woord wat we gevoerd hebben: dat wij vonden dat uh, de CDA en de PVDA het samen verder hadden moeten doen. Met de versterking eventueel van het CDA extra in het college. En dat ze zo de eindstreep gaan halen. Wat ons betreft was dat een prima optie geweest. En uh, daar staan we nog steeds voor. En die uitgebreidere uitleg van de heer Boon, de heer Kuts en mevrouw Hofstee zal die er ooit nog komen? Ik heb daar vanavond niets van gehoord, helaas. Dat uh, is achterwege gebleven. En dat is betreurenswaardig. Ze hebben genoeg tijd gehad om voor te bereiden. Ze hebben een hele tijd al lopen te denken om het uh, lidmaatschap te beëindigen. Kom dan ook met een fatsoenlijke uh, verklaring die uh, uh, inhoudt en recht doet aan datgene wat ze gedaan hebben. Ja, nooit teleurgesteld? Nee, nou ja, teleurgesteld. Het is erbij. Het duurt erbij, ja. Het kist het Maar min of meer ik het van nooit zoals het gewoon is. Je kan nog naar de oppositie wel wat, uh, wat, wat meer ooit was. Maar in ooit draaide dat om en ja, toen ging uh, met Normen, ChristenUnie en, uh, en Partij van het Noorden en de SP en de VVD die draaiden om. Dus ja, nou ja, zo kan het gewoon.